Goedemiddag, vandaag een Op pad met Niels, met Charles de Haas. Onze fractievoorzitter van gemeente Belangen-Smiel, de Bijlen-Westerbork, bij mij in de auto. Goedemorgen. Goedemorgen Niels. Ja, dat is heel leuk om elkaar eens ook even te zien in dit verband. Ja, kun je misschien zelf voorstellen wie je bent, diegene die je nog niet kent? Zeker wil ik dat doen. Mijn naam is Charles de Haas. Ik woon in Smilde, ben getrouwd met Jeanette. We hebben twee kinderen. En eigenlijk zeg ik, ik vind Drenthe en Smilde en het noorden zo mooi. Dat toen wij hier in 1960 kwamen, toen heb ik gezegd, ik ga hier nooit weer weg. Nou, dat is gelukt. Ik heb een vrouw gevonden in Hogesmilde, de liefste vrouw van de wereld. Natuurlijk. Hè, zeker. En we zijn nog heel gelukkig maar bij elkaar. En zij, moet ik eerlijk even een compliment geven, ze heeft altijd mij gesteund in mijn vele politieke werk. Wat ik natuurlijk met veel plezier doe en gedaan heb en wil blijven doen. Ja, want ik zit er natuurlijk ook al vanaf 2017, 2018 bij. En ik bel elke dag met u, met jou dan, zeg maar. En dan zal jouw vrouw ook wel op een gegeven moment zeggen van, ja, maar hoe zit het, meneer Maagd? Ik heb ook nog een, maar goed, dat mag allemaal, hè? Dat vind ik mooi. Zij kent natuurlijk mijn passie voor veel dingen. Ja. Ik heb heel veel hobby's en ik heb me nog nooit in mijn hele leven een minuut verveeld. Nee. En de politiek is natuurlijk een verrassend iets. Veel mensen die zullen denken, ja, wat verras je dan? Nou, elke onderwerp wat met regelmaat op ons bordje komt, en verder weet jij ook alles van. Ja. Daar ben je toch mee bezig en daar verdiep je je in en daar probeer je ook het goede in te doen. Klopt. En dat gaat natuurlijk ten koste van de tijd voor het gezin, dus dat is duidelijk. Maar goed, Jeanette die staat daar altijd achter en dat heb je ook gemerkt. Ja. En dat geeft ook mij een enorme steun. En dat heeft mij ook over de drempel gezet om nog een keer weer 4 jaar lang beschikbaar te zijn voor gemeente Belangen-Smilde bij de Westerbork. Ja, nou ja, goed, wat ik ook zei, van, we hebben een hele leuke fractie, maar ook een hele mooie lijst en ook heel veel hele goede leden. Ja. Wat maakt onze partij nou zo bijzonder? We zijn natuurlijk de enige onafhankelijke hier in Midden-Drenthe, lokaal. Ja, dat klopt. Wij zijn de enige echte onafhankelijke partij in Midden-Drenthe. En ja, onafhankelijkheid is natuurlijk een groot goed. En daar willen wij ook altijd aan vasthouden. En wat je hebt gezegd over de lijst. We hebben 31 mensen op onze kieslijst staan. De helft mannen, de helft vrouwen. Daar zitten bij mensen van wat oudere leeftijd met veel levenservaring. Maar ook jonge mensen. Hè, ook van 15 jaar en van 18 jaar en van 21 jaar. Dat zijn toch jongeren. En dat vind ik heel fijn. Vinden wij heel fijn dat die zich nu al interesseren voor politiek. Ja. Want, dan kijk ik even terug naar mijn tijd toen ik op de kweekschool zat en met veel maatschappelijke problemen ook al werd geconfronteerd natuurlijk in het onderwijs, hè, dat is vandaag de dag nog zo, dat heeft mijn politieke interesse gewekt. En mooi. Daardoor is ook hebben wij een eigen politieke partij opgericht. Ja, mooi. Kun jij ons eens meenemen de afgelopen 4 jaar wat we hebben gedaan? Op lokaal niveau natuurlijk, maar ook wel onze mening over andere dingen. Maar echt voor Midden-Drenthe, dat je zegt van nou, hier hebben we aandacht aan gegeven. Dat kun je zien. We hebben aan vele onderwerpen aandacht besteed. We hebben lang niet alle raadsleden meegekregen in onze visie. En dat is ook politiek, daar moet je ook tegen kunnen. Maar we hebben gelukkig wel door ons optreden, hebben wij veel onderwerpen onder de aandacht gebracht. Ik noem maar wat. We hebben enorm veel aandacht besteed aan het vergeten kind. We hebben enorm veel aandacht besteed aan de natuur. We hebben zijn we overgesprongen naar de marktgelden. We kijken naar de ruimtelijke ordening. We zien dat er heel weinig gebouwd is. We hebben continu aangegeven, jongens, ga aan de grenzen van de gemeente waar nog ruimte genoeg is. Ga daar bouwen, ook in de kleinere dorpen. Ja. Mensen die dit, vooral de starters. We zien de discussie over de vakantieparken, waar wij een uitgesproken mening over hebben. Ja. Waarvan we zeggen, laat de eigenaar zelf bepalen wat hij met zijn eigendom doet. Wil hij er permanent wonen, dan gaat hij er permanent wonen. Ja. Wil hij er recreëren, dan gaat hij er recreëren. Ja. Waarom moet die overheid hier zulke domme dingen doen om decennia lang
de mensen te, vrij te laten en alles te gedogen. En nou in één keer moeten er allerlei maatregelen worden genomen om eigenlijk de bestuurlijke onkunde te verbloemen. Ja. Nou, daar zijn we sterk op tegen. Ja. Daar willen wij paal en perk aan stellen en zeggen, kijk, zo hoort het, dat is vrijheid, dat is onafhankelijkheid en daar willen wij ons voor inzetten. Ja. En niet alleen de collectieve maatschappelijke problemen, maar wat zeker zo belangrijk is, dat zijn de persoonlijke zaken die op tafel komen. Want als één persoon aan de bel trekt, dan is de praktijk dat er veel en veel meer zijn die met hetzelfde probleem zitten. En wij als partij willen die kleine dingen gewoon ook benoemen en daar gewoon mee omgaan als waren het grote dingen. Ja. Want voor de mensen, en daar draait onze politiek om, daar staan wij voor en daarvoor gaan wij ons hard maken. Maken we ons hard. Ja, nou, absoluut. Wij krijgen ook onze expertise vanuit de inwoners, daar gaat het om. Wij zijn voor de burgers, inwoners in Midden-Drenthe. Ja. Mensen die kunnen ons daar ook een laagdrempelen. Ze kunnen ons bellen 24 uur per dag als het moet. En we nemen dingen mee naar de raad. En ik denk dat daar onze sterke punten liggen. Dat we gewoon echt voor die mensen vanuit Midden-Drenthe gaan klokken. Wij nemen dingen mee naar de raad, natuurlijk. Maar daarnaast, Niels, en daar ben je zelf ook vaak bij betrokken geweest en nog. Wij gaan ook achter de grote politieke deur langs. En we gaan rechtstreeks naar de wethouder. We gaan rechtstreeks naar de ambtenaren. We gaan rechtstreeks, zonder dat daar de camera op valt, gaan wij dingen doen die echt niet aan de orde hoeven. Van goh, wat doen we het goed. Maar wij zijn blij dat we op die manier aandacht kunnen besteden aan de individuele problematiek. Ja, ja. En zo werken wij. En ik moet zeggen, dat is ook wat ons bindt. En daarom hebben we een leuke fractie die zich daar unaniem sterk voor maakt. Absoluut, absoluut. Ik moet zeggen, persoonlijk ben ik heel blij. Ik leer elke dag weer bij, ook vanwege de nieuwe zaken. Ook de expertise van jou dan in ieder geval natuurlijk met al je ervaringen. Maar ook van de jongere mensen die bij ons beleid staan. Maar ook gewoon van de mensen die gewoon heel veel kwaliteit en heel veel inbrengen voor onze partij. Zodat we dingen mee kunnen nemen. Dat is denk ik wel, dat maakt het verschil denk ik ook af en toe. Dat is mooi. Dat is heel belangrijk. Ja, ja, en weet je wat zo belangrijk is? En dat is voor de mensen ook goed om te weten. Kijk, een politieke partij moet niet een weergave zijn met alleen maar mensen die hoog gestudeerd hebben of van alles weten. Het is een doorsnee opname, een afspiegeling moet dat zijn van onze maatschappij. En daar zijn mensen die enorm gestudeerd hebben, veel respect natuurlijk ook, van harte welkom met meningen, maar ook de mensen in de straat. Ja. Die de straattaal kunnen begrijpen, maar ook die ook hun rechten hebben en niet aan de kant moeten worden geschoven omdat ze geen universitaire studie hebben gehad. De normale mensen, en gelukkig zijn er heel veel mensen die normaal in de burgers, zou maar zeggen, dat die aan bod komen. Ja. En daar staan wij voor. En één ding, Niels, is heel belangrijk. Het partijbelang moet niet voorop staan, maar het menselijk belang moet voorop staan. En dat is hetgeen waar wij ons als onafhankelijke partij gemeente Smilde Bijlen-Westerbork als lijst 4 manifesteren. Ja, ja, nou, dat is ook zo. Hoe zie je de komende verkiezingen tegemoet? We staan natuurlijk op een drempel, iedereen is druk bezig. Nou, ik persoonlijk zeg ik van, we zijn al 4 jaar aan het knallen, maar goed, tegenwoordig, ja, je moet gewoon ook de komende weken natuurlijk actief zijn, maar dat zijn we voor ons gevoel, denk ik, gewoon laten zien. Maar hoe zie jij het nog? Hoe gaat dat? Ik zie dat wij gewoon onze mening en onze meningen naar voren brengen op de daarvoor bestemde plaatsen. Ja. Wij doen veel, we adverteren veel. We brengen onze naamlijst 4, gemeentebelangen Smilde Bijlen-Westerbork, met regelmaat onder de aandacht. Want we hebben nu 3 zetels en we hopen er natuurlijk op dat we met een zetel meer invloed kunnen hebben en nog beter kunnen functioneren dan nu. Alhoewel, het woord is aan de kiezer. En wij zijn heel tevreden met 3 zetels. Want ook met die 3 zetels hebben we heel veel kunnen doen voor de burger. Absoluut. En het is geen machtspositie die je wilt verwerven omdat je zo nodig
een machtsblok moet volgen, moet hebben. Dat is niet onze intentie. Onze intentie is de burger staat centraal en daar komen wij voor op. En dat kunnen we met 2 zetels doen, dat kunnen we met 1 zetel doen. We kunnen het met 4 doen, ook met 5. Want wij hebben wel wethouders die klaarstaan om de zaak goed te kunnen regelen. Ja, nou ja, hartstikke mooi om te horen. Dus ik wil je bedanken. Graag gedaan. Heb je nog een boodschap voor Midden-Drenthe? Jazeker heb ik een boodschap voor Midden-Drenthe. Kijk naar de mensen die uw sympathie hebben. Kijk naar de mensen die de afgelopen 4 jaar heel hard gewerkt hebben om idealen te bereiken. Om de kleine stoeptegel die verkeerd ligt in de straat recht te krijgen, dat mensen daar niet over vallen. En dat is het belang van een politieke partij die daar ook oog voor heeft. Dus als u het wil doen, stem dan lijst 4, gemeentebelangen, Smilderbijlen-Westerbork, Gieneke, Niels en Charles, ze staan voor u klaar. Ik wil je bedanken. Heel mooi om dit zo een keer te doen. Ja. Volgende gaan we ook weer met iemand praten vanuit onze partij. Tot de volgende keer, fijn weekend, ciao!